Ja hoor. Ja. Spannend. Ja, dat is zeker dat. Ja, en wat film je? Alles wat ik zie. Alles, ja. De Efteling, ja. Ja, sowieso. Heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, ik heb er zin in vandaag, ja? Absoluut. Ja. En je komt ook voor de pin? Of, ja, hey wel. Jeffrey ja? Wel. Nou ja, dat zal ik maar meteen vertellen. Dat is hier om 9 uur worden de bonnetjes uitgereikt. Ah, okay. Dus je kunt nog even wachten. Je kunt nog even ademhalen, even automatiseren. En dan Dat is goed. Helemaal goed. Okay. Dankjewel voor de info, hè. Ja, nou, graag gedaan. Goed, dankjewel. Ja. Goedemorgen ook, hè. Ja. Dus het is wel redelijk vroeg ook, hè. We zijn er klaar voor, even de winter Efteling. Ja, ja, zeker. Ja. Heb je een beetje goed kunnen slapen of was het wel een beetje spannend? Het was een lange rit, maar ja? We hebben goed geslapen. Hoe lang hebben jullie in de auto en bus? 2,5 uur. Oeh. Ja. Nou, dus jullie zijn helemaal klaar om te gaan dan. Zeker. Ja. Absoluut. Ja, ik heb ook vroeg opgestaan, hoor. Ja, want ik heb alle deuren eigenlijk opengemaakt hier in de Efteling. Ja? Ja, eigenlijk ook wel speciaal voor jullie hoor, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik wist dat jullie kwamen. Ah ja, kijk. Dus ja. Tof, dankjewel. Hè. Ja, inderdaad, graag gedaan. Ik zou zeggen, veel plezier. En, ja, dankjewel. Yes. Zeker, hè, dankjewel. Tot de volgende. Ja. Goeiedag nog, hè. Ben je niet tevreden of blij? Kom dan naar de Efteling. Hier is het altijd superleuk, met Jody en Jeffrey erbij. Oh, kom erbij, oh, kom erbij. Samen hebben we fun, samen maken we pret. Kom er maar bij. Hier in de Efteling is het leuk. Oh, jawel, daar gaan we weer. We gaan een stapje door, we gaan weer verder. Kom er maar bij. Ja, yeah, mensen, een goede morgen. En leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Fans. Het is vandaag 20 november 2021. En de Winter Efteling is al een eentje van start gegaan. En ja, ik ben hier niet alleen vandaag, maar de Jeffrey die staat nog aan de ingang. Ik heb die daar achtergelaten, die had zoiets van: ik wil een warme haard kopen, zegt hij tegen hem. Doe jij maar. Maar ik ga naar binnen, ik ga koffie gaan drinken. En waar kun je dat beter doen dan koffie drinken in Fabula in de Efteling? En ben benieuwd dat het open is. De deuren zitten er alleszins al open uit. Dus ik hoop dat het open is. Alright. Het is vandaag Winter Efteling. Het wordt gezellig, het wordt leuk en men lekker vroeg. Het is 9:15. Maar je weet, hier in Nederland is hier nog altijd iets speciaals. Hè. Maar goed, ga naar binnen. Let's go. Fabula. Hier gaan we. Let's go. Ja mensen, hoe kun je een dag beter beginnen dan met hier een koffietje vanuit een Efteling met een appelflap, zoals ik al jaren gewoon ben. Prachtig. En gelukkig. Even relaxen na zo'n paar uurtjes rijden en dan komen we er tegenaan. En dan wachten we op Jeffrey, want die wil absoluut een pin, de Efteling pin. Dus ja, ik zit hier gewoon gezellig. Dus mensen, ik zie jullie later. Jojo. Yo. Wat denk je nou? Ah ja, vloeistof in de mok kan echt heet zijn. Lekkage kan optreden als de mok wordt gekanteld. Ja, logisch. Niet in de vaatwas steken. Oké. Okay. Zeer interessant. Sorry. Goedemorgen. En een goedemorgen, Jeffrey. We zijn in de Winter Efteling. Is het winter, ja? Ja. Ik heb nogthans niet koud, hè? Nee? Nee. Het is een warme Winter Efteling. Ja. Maar goed, zei je dat Jeffrey aan het achterkomen was? Ik heb hem achtergelaten aan de ingang. Zijn in Jeffrey. Pech voor jou, maar ik ga achter de koffie. De zeven zieke kindjes. Miserie. Nee, dat is geen miserie. Dat is wel gelukt. Dat je in een miserie zou zijn, zou je niet in een Efteling zijn. Ik heb nummer 79. En voor de mensen die zich afvragen wat dat is. Dat is je slachtnummer. Ja. Nee, dat is nummer. Dat is like bij de beesten. Ze kregen een nummertje en toen worden ze gevoerd naar een speciaal huis. Bij de kippenboer, dat is ook mijn cijfertjes.
Ja, of in de winkel ook. Ja, dus nee, ik heb dus nummer 79. Ik heb de 2000 exclusieve oplage van de speciale pin. Ja. En vanmiddag of vanavond mag ik dat afhalen. Wauw. Waar weet ik niet, maar ik heb al een briefje. Niet verliezen, nee, want anders zou je het niet meer kunnen. Dat weet je anders. Ja, dat is dat. Neem mij wel al bewijs dat je een briefje net. Ik ga er een foto van nemen. Dat had je gedacht zijn. Ja, misschien wel. Soms doen de mensen hersenen een keer bij. Ja, maar wel een bewijs dat je een briefje net. Dus. Maar goed. Er is hier ook nog een zo'n leuke Eftelingbeker. Die heb ik ook. Ja, ze zeggen die is nieuw. Al geloof ik er zelf niet veel van. Dat die nieuw is. Volgens mij heb ik die al thuis. 2 jaar geleden gekocht. 2019, samen met mijn pa. Kan maar ja, ze hadden er waarschijnlijk niet zoveel verkocht. Hem. Van is er een klein beetje aan veranderd. Ja, misschien. Er zijn misschien wel meer sterkers bijgekomen. Dat kan. Ik heb er zin in, Jody. Wat denk jij? Dat ik hier nog mijn koffie en mijn koek ga opeten en dat we er dan gaan inblijven. Is dat een gedacht? Ja, dat is een gedacht. Ja. Ik heb al een kabouter tegengekomen ook, onderweg. Ik ook. En ze was aan het breien. Mmm. Ja. Niet aan het, nee, niets anders dan toen. Ah ja, maar de kabouters is op zijn mak, hè? Ah ja. Ja, altijd op zijn mak. Die gaan er nooit haast, de kabouters. Maar het gemak is hier ook, hè? Dat is in het kabouterbos, hè? Ja. Ik heb deze week trouwens nog toevallig een boek gelezen van de Efteling met de sprookjes. Dus nu weet ik ook alweer wat meer over de sprookjes die ik nou helemaal niet wist. Wauw, ja, je wordt nog een slimme jongen. Voordat ik in mijn bedje ging, dacht ik de kleine tientjes. Een verhaaltje voor het slapen gaan. Ja, dat was leuk. Ja. De kabouter stond op en s'avonds ging hij gaan slapen. En wat er allemaal tijdens de dag gebeurde, dat vertel ik in een ander verhaal. Ah ja, dat is een sprookjesboom, hè? Ja, maar dat is toch zo? Ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, maar Wanderen, het is echt leuk om zo binnen te komen. Een beetje ja. Entertainment en alles, ja, ja. Inderdaad, ik vind dat ook. Goed, tot straks, die gasten. En Dien is daar ook blij. Ja, maar ik ben altijd blij. Ja, kijk. Dat is de schildpad en de leeuw. Ja, de schildpad, de leeuw, ze zijn allemaal zeer gelukkig. Ja, ja, ja. Hij weet het, hè. Ze zegt van welkom in de Efteling, leuk dat je hier bent. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcus. Yes, yes, goedemorgen. We gaan blijven goedemorgen zeggen, want het is ook morgen. Ja, het heeft gesneeuwd. Oh ja? Daar boven op de lampen. Oh, wauw. Ja, het heeft heel veel gesneeuwd. Ja. Ik en mijn haartjes zijn af, moesten het jullie nog niet gezien hebben. Ja, wel, het was wel een beetje nodig ook, denk ik. Ja, het spar moest gesneden worden. Ja, het was een echte boom aan het worden op mijn hoofd. Ja. De dennenboom. Dat? Het was een dennenboom aan het worden. Je kon er bijna kerstballetjes in zetten. Ja? Ja. Oh, dat zou tof geweest zijn. Ja. Met lichtjes. Ja, ja, dat kon bijna. Dat scheelde niet meer veel. Ik denk dat je puntje wel ons aan het opwachten is, want oh ja? Zijn paleis is al gezet. Ja, en het is al open. Ah ja. Ja. We mogen nog bij de koning op visitatie. Ja. Wauw, ja. Dat is ook wel nog zoiets. Als je nu komt naar de Efteling met die nieuwe maatregelen hier in Nederland, is iets. Hè. Dat is overal anders. Oh, ja. Wat een zever. Maar goed, voor die lijst, we mogen wel een uurtje eerder binnen. Na die lijst is een uurtje eerder gesloten. Ja, maar we krijgen al iets. Hè. Wel ja, dat is waar. En wat is er hier ook nog vandaag? De WDL of zoiets? Ja. Dus ja. Maar goed, we gaan naar Symbolica. Vind je dat tof? Ik vind dat heel tof, want ik kan eindelijk weer mijn effectjes zien. Ja, inderdaad, de voorshow en al werkt. Ja, gelukkig. Dat vind ik heel erg. Allee, favoriet. Ik vind het is ook een top attractie. Kom dat is waar. Je mocht er niet op letten, nee, mensen. Ik ben nog een beetje wakker aan het komen. Ja. Dus daarmee, we gaan nu op hoffelijke audiëntie hier in Symbolica. En die mevrouw is speciaal ons, maar die mevrouw heeft speciaal voor ons dus alle sleutels en daarom heeft het paleis niet open. Ja, inderdaad. Ze hebben speciaal open gedaan voor ons. Toch, hè? Ik moet een sleutel hebben, Nick, voor hier overal binnen te kunnen. Oh ja? Wat ga je daarmee doen? Bij een kapje op bezoek gaan, hè? Een rood kapje? Ja, in Jeffrey's geval is dat een rood hapje. Ja, en appeltjes meedoen. Ja. Zorg maar dat ze niet verheftigd zijn. Door de heks? Ja. Appeltjes. Dan zou ik we muntjes gaan vragen bij Ezeltjes Trekje. Ja, dat voor alles te kunnen betalen.
Oh ja, inderdaad. Goed, mensen, ik zou zeggen, enjoy Symbolica. We gaan op audiëntie. Ik ga pannenkoeken eten bij, genoemd die man weer, bij OJ Punctueel, Pardoes en Pardijn. En de koning. Genoemd die koning weer? OJ Punctueel. Nee, nee. Dat is de hofmeester. Nee, niet opgelet ik. Nee. Slechte punten. Ze zeggen eigenlijk ook niet wat die koning noemt. Is dat niet Pardoes? Heel kwijt, ik kan nog weten. Ik kan het dan zo wel in de kookboek ervan leiden. Ja, dus inderdaad, nee, we weten nog niet. Maar ik ben er zeker van dat de kijkers dat weten. Ja, he? Dat is een goede vraag. Hoe heet de koning van Symbolica? Ja. Laat het weten nou, als je het weet onderaan in de reactie. Ik ben nog niet gewakker, het gaat misschien nog benschieten. Ja, pannenkoek gaat hij wel niet noemen. Maar nee, hè? Hartige pannenkoek ook niet. Goed, he. Ik heb het toch weten, hè? Heb je nog geweten? Ja, ik weet het niet meer. Ik denk dat koning Pardoes is. Ja. Denk ik, hè? Ik ga het misschien nog binnen schieten vandaag. Denk je? Nou ja, dat schiet er wel binnen. Ik ben nog wakker geworden. Ja, man. Wat een woordenschat, schieten. Wat een woordenschat. Nee, dat is lekker dat je aan de Dunkin Donut gaat. Dan moet je dunken achteraf. Ja, ja, ja. Het is een beetje waar ik aan het doen. Ja, dat is waar. Alright, geniet ervan. Ik hoop dat de dagsregels die hier gelden aan het hof uitzonderlijk goed in de gaten. Ik hoop zo gezegd een oogje in het zet. Met 33 statuut O250. De koning heeft altijd gelijk. Hij kent nu eenmaal zijn gelijke niet. Zelfs als hij appels met peren vergelijkt, dan nog heeft hij gelijk. De koning had immer recht. Le roi a toujours raison. The king is always right. He has no equal in the world. Even when comparing oranges to lemons, he is still right. Welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze koning, die zich hierboven bevindt. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke tovernaar. Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar... Ga met mij mee. Nee, nee, nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. Door through the Palace of Fantasy? No, no, no. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Thank you.
Ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? O jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Wagen, don't you dare. Wacht, ik zou je helpen. Illumina Fantasia. Nee, nee, nee. Waarom luistert er niemand naar mij? Hallo, listen to me. Ik kom aan, wacht even. Je pen staat hier al een levende leven. Ja, he. Inderdaad. Het kacheltje. Ja. We staan hier al in 3D. Dat is de 3D-kachel. Dat is het. Nu kun je een pen maken met Jeffrey op de kachel. Je persoonlijke pen. Ja, natuurlijk. Met een schilderij op de achtergrond. Ja, he. Tuurlijk. Ja. Je persoonlijke kachel. Wat zeg je daarvan? Nice. Ik ga het voelen in mijn interieur. Ja, moet dat laten achtermaken in 3D-kachel. Nee. Ja, wat moet je schilderijen? Ja, het maar. Dat zijn toch die schilderijen die hier al jaren zijn, ja, of verandert dat een keer? Dat weet af en toe. Ik weet wel. Deze hier staat. Er staat een andere plaats. Hier heeft er nog nooit in gestaan, volgens mij. Ik ben vrij zeker. Ik weet niet, maar. Er staan vroeger wel een met een zo'n grote schaatsbank. Ik weet niet dat ik hem al tegengekomen ben. Maar volgens mij is dat nieuw. Ja, is goed, hè? Ja. Ik denk dat ze dat af en toe een keer veranderen. Dat vind ik echt prachtig, deze. Dat is typisch aan het pieken, hè. Ja. Oh mensen, nu ben ik gelukkig hè. Ze verkopen hier mijn favoriete snack. En wat is dat Jeffrey, mijn favoriete snack? Niet dat kruidje, het is stroopwafel. Kunnen ze het zien? Nee, het is verstopt. Maar ze hebben ze toch nog. Ik had het niet gedacht. Ja, wat? Wauw. Schoonkraam en stroopwafels, lekker. Ja, heerlijk. Ik weet wat ik nog ga weten weer vandaag. Ik moet ook in aan.
Wil je ook een stroopwafelen? Ja? Met koffie. Of een chocomaken, mag wel kies dat. Of thee kan ook nog altijd. Ah ja, ja, ja. Ja, waarom niet? Of een zo'n winterse special, die ja. veel te duur is en misschien wel lekker is. Ja. Ben ik nu alleen vandaag zo vrolijk of voel ik me in een beter humeur als ik hier ben? Dat is lekker een beetje de oude Efteling als we nu zo, dat ik wel graag. Het is ook de oude Efteling, hè? Ja. Ja, leuk. Je mag geen sluizen meer aan je bek doen. Je, allee, gewoon pasjes kennen waarvan dat de stad kan zien waar je overal geweest bent. En dat we binnenkort nog een keer gezichtsherkenning gaan krijgen en al van die toestand. Ja, maar ja, je hebt al gezegd, hè. Ja. Ja, herkennen ze ook al. Ja, mijn gsm herkent mezelf ook al. Als je een mondmasker op hebt, niet? Ah, nee. Kijk mensen, het is luxe vandaag. Het is zaterdag. Het is echt een luxe. Heerlijk. Als een mens daar niet gelukkig van wordt, dan gaat hij nooit gelukkig worden. Een lege wachtrij. Het is niet druk, het is gezellig, het is zalig, het is leuk. Ze zijn allemaal achter die pin aan het wachten die al uitverkocht is. Ik heb een. Nee, je hebt hem nog niet. Je hebt je bonnetje. Je kunt ook eentje hebben. Ja, dat is waar. Het is daarom dat ik hem al laten wachten. Ik was de slimste, niet ook iemand, Jeffrey. Mag ik wel koffie gaan drinken? Alright, mensen, we gaan droomvluchten, we gaan dromen, heerlijk.
Stroop. Wafels. Wat is stroopwafels zijn? Ja. Lekker, hè? Ik vind dat ook lekker. Gaan we dat nu al doen? Ja. Dat is goed. Maar in de rij staan. Jom. Want in de rij staan achter stroopwafels. Lekker. En van achternoen kunnen we nog één eten. Ja, totdat we één meer kunnen zien. Ja. Dat is goed. Heerlijk. Heerlijk? Ja. En dan kunnen ze afkomen. Ja, we verkopen dat maar vanaf 2 uur. Ja. Dat kan, hè. Hop van niet. Je kunt het denk ik ook zeggen. Chinees of zo. Ja, ik kan hier van alles krijgen. Lekker, hè. Ik kan het vanavond zeggen hier naartoe. Mo Jeffrey Vins, je bent hier weer aan ons rekker. We zijn verslaafd aan de stroopwafels. Wat ik de vorige keer zo gemist heb hier, is er vandaag wel. Een lekkere stroopwafel. Heerlijk. Ho ho ho. Hey, en het ziet er goed uit. Hè. Met vele karamellen en al. Ho, 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 ho. Aan de slag te gaan. Dat is goed, hè? Nou, zeg. Zeg ook om. Een hele goede zelfs. En Jodie is de grote karamel van, hè? Ja. Klopt dat? Ja. Oh. Wat lekker, man. Het smaakt, hè. Dank je, man. Ik ga nog niet aan eten, zonder. Dan achter doen of zo. Maar ik ga weer nou. Heerlijk. Graag gedaan, Jordi. Dank je. Camera draaien. Ja, dat is goed. Ik ben hier in de zee. Die zee. Sebastian is hier. Als je dan niet kan zwemmen, dan ben je in de Efteling. En dan heb je altijd zin. Ben je niet tevreden of blij, kom dan naar de Efteling. Hier is het altijd superleuk, met Jodie en Jeffrey erbij. Oh, kom erbij. Oh, kom erbij, samen hebben we fun, samen maken we pret, kom er maar bij. Hier in de Efteling is het leuk, oh jawel, daar gaan we weer. We gaan een stapje door, we gaan weer verder, kom er maar bij. Joehoe. Proficiat, u heeft heel mooi gezongen. Dank u. Ja, heel mooi. Misschien kunnen we naar de warme winterweide gaan. Ja. Het schijnt, ik heb horen zeggen, maar ik ben het niet heel zeker dat het daar warm is. Ah ja, dat denk ik ook. Weet het niet, maar iets in mij zegt dat op de warme winterweide warm is. Ah ja? Ja. Ja, misschien wel. Zullen we durven? Zullen we durven gaan kijken? Ja. Pardon. Oei, mooi. Hey, boerenlater, goeiedag man. Waar is de ingang van de warme winterweide? Dat zijn de toiletten. Oh, die toiletten. Ja. Oeh. Want de ingang is door. Ja. Oeh, ja, und, ja, oeh. Warme winterweide. Wat kan je hier doen? Foto's nemen, cadeautjes pakken, entertainment en eten. Ja, dat laatste was een heel goed idee, eten. Ja man, Jeffrey. Dat is ook de warme winterweide. Ja, je hebt er nog iets bij voor te eten ook. Je hebt nog juist een drankje tekort. Ja, dat is juist. Dan kunnen we daar halen. Ja, je hebt al de taart nog juist een drankje. Ja, he? Mm. Heerlijk. Ja, heel mooi. Ja, he? Prachtig.
Nu is Jeffrey content, nee. Ja. Net zijn pin. Dat is mooi, hè? En nu moet je een foto gaan maken met je pin bij de kachel. Ja. Zou je durven? Ja, hè? Ja, niet bij het vuur, hé, bij de kachel. Hé. Je hebt nu wel een pin met een kachel op. Hé. Ah ja, allee. Dan daar moet nog een kachel tegenkomen zitten? Nee, denk het niet. We gaan naar de kachel met die taart. Oké, goed. Want ik wil de taart eten straks om dat te vieren, omdat we een pin hebben. Ja, ah ja, tuurlijk. Nee, en dat vogeltje kijken, hé. Ja. De wereld van Sinbad. Sinbad. Hij is Sinbad? Ja. Oei, dat zijn echt Sinbad. Dat is niet raar. Ik kan nu al die effing van ze op mijn dag krijgen. Ik denk dat soms wel even rennen. Een leuke dag, wat zou ik zo zeggen. Ja, we hebben al meer kunnen doen dan aan mijn pezen. Hé, hey, maar kan hier nog uit mijn neus ervan? Nee. Ja, ik kan een Erikatje doen. Je zijn gelijk bij Joekje, hè? Ja, dat is een rode neus. Ja. Dat is een Erikatje doen, niet van. Ja. Maar ze lacht je ook met mij soms. Dat is waar. Vage liefde. Ja, voilà. Lachen is liefde vragen, zeggen ze altijd. Hè? Dat is al zo, hè. Is het goed? Ja, het ziet er wel goed uit, de wereld van Sinbad. Want eigenlijk denk ik naar Simba. Tovenia, kunna bietedula. Simba, tola. Ik heb een vraagje. Ja. Stel nu dat ik zou eentjes vissen voor een ijsbal te winnen. Maar dat in je auto? Maar dat in mijn auto? Wat ga je doen met die ijsbal? Die is op mijn kamer. Het is op je kamer? Ophangen dat de kat er niet naar springt. En de kat gaat toch aan het leggen, joh? Ah ja, voilà. En dan gaan we rollen. Maar ik zou een keer kijken op de Action. Misschien verkopen ze dat door. Ja. Voor alle bro, groot of klein moet je in de Action zijn. Gaan nog zien. Of op Marktplaats. Maar basket kan het niet zo goed. Maar hoeveel zou ze vragen voor een zo'n mega ijsbal? Maar ja, je gaat dat wel vinden, maar je gaat dat via AliExpress, maar dat wil niet zeggen in een video, maar via bepaalde... Via de Chinese bro. Ja. De Chinese bro-shops, maar je moet daar nog taxen op betalen, mee dat je dat laat afkomen, wist ja, je dat? Ja, maar het is wel leuk om een keer te spelen. Ik vind het wel een tof kraampje daar. Ja, wel, he, dat jij dat wilt spelen, nee, moet jij dat doen. Ja, dat is waar. Ja, ik ga je niet tegenhouden. Als gelijk dat ik stroopwafels wil nemen, dat je dat wilt eten, moet je dat eten. Zo simpel is dat. En dat je wilt eentjes vangen. Je kunt hier echte eentjes vangen, maar je kunt hier ook net eentjes vangen. Gezegd, kijk, ze zwemmen daar bij de boot, dus dat je ze vangt. Ja, dat kan. Dat je ze vangt, Jeffrey, heb je nog heb je twee kansen. Nee. Ja. Je hebt dan een eend en toen kan je hem opeten. Ah ja, vlak. Kijk, dat is twee in één. Heb je dan een keer eten, zo'n eend? Gelakte eend, ja. Lekker, hè, ja. Een beetje zoiets. Ja, en zo'n zeer gelakte eend verkopen. Ah ja, misschien wel. Misschien kan ik er op zoek gaan achter gelakte eend. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Lekker. In de Efteling. Natuurpark de Efteling, en we gaan gelakte eend eten. Kijk, ze zijn ondertussen aan het rijden op de racebaan. Ja, en het valt hier iets op. Dat valt
Wat was dat hier vroeger tijdens de winter Efteling? Ah ja, je moest schaatsen. Ja. Op, skiën, schaatsen, wat is het? Dat is nou langlopen. Langlopen, dat was het. Ja, en kijk. Dat is er niet. Dan de twintjes van de maat. Dat was goed. We moesten wel nog een kleine moeite doen voor een winterse decor te zetten. Vind ik. Ik heb hier nog een leuke herinnering, wat normaal gesproken is, hé. Ah ja, hier, ja, staat ja. Erop. Ga een keer fotografie. Inderdaad. Papa, langloof. En hier is mama, langloof. Weet je wat ik denk, hé, mensen? Dat die langloofbaan niet mogen doen vanwege een of ander wezen dat we niet zien die dan aan het rondgaan is, zoals zoete broodjes. Goed niet, maar ik snap het. Ja, dat gaat wel die reden zijn, denk ik. Dat ze dat niet mogen doen. Oftewel reden 2 besparing. Dat kan ook. Ja, dat dat huren is dat ze dat doen, dat dat niet zelf aangekocht is, kunnen ze zeggen van we doen dat niet, zijn besparing, nee. Ik heb ook al wat. Een valling. Oei, heb je een valling? Dat is ook besmettelijk. Dat mag je niet komen, nee. Nee, maar ja, onze kaart is groen, dus dan mogen we binnen. Dat je de corona hebt of niet? Oei, dat. Maar ja, maar dat is lekker die corona, je dat al een keer gedronken. Ah ja, ja, ik heb dat in mijn frigo staan. Heb je dat in je frigo staan? Ja, ja, ja. Was dat hier verkopen? Je hebt er ook een verzekering van. Corona ja, ja, ja. Direct. Ja, ja. Je hebt dat dan direct. Direct. Ja, ja, ja. Maar als je dat wilt kopen, die corona. Je kunt dat hier krijgen, hè, trouwens. Ja, je moet er wel voor betalen. Krijgen? Ja, dat jij dat betaalt, dan krijg ik dat van nu. Dat klopt. Of ga niet lukken met de auto. Maar, ja, dat jij dat nu drinkt, is dat. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedronken. Is dat lekker? Ja, eigenlijk wel. Ja? Hoe kan ik je het vertellen? Je moet er een limoentje, een limoen snijden, een stukje, en dan erin doen in dat flesje. Ja, dat heb ik al gezien als dat doen. En dan gaat dat een beetje bruisen, zoals spuitwater. Ja? En dan moet je dat drinken. Moeten. Mag we moeten dat? Niet, maar wij mogen dat doen. Ja, wij mogen dat doen. Moeten. Moet ik alleen maar betalen. Dat is het enige dat ik moet betalen. Ja, anders krijg ik niks. Dat is ook waar. Voilà. Heerlijk. We gaan verder, we gaan naar de volgende stop. Ruigrijk. Ja, want ik heb gehoord, maar ik ben het niet zeker, maar het schijnt dat het daar redelijk ruig is. Ja? Ja. Ruig? Ja, we gaan dat een keer gaan testen. Ja? Hoe ruig Ruigrijk is. Ik weet dat niet. Hè. Hey. We hebben hier op dat beest geweest hierachter. Ah, nee, de niet op dat beest. Op in een boot. Hierachter. Flying want dat beest is momenteel hapjes aan het zoeken. Ja? Oei. Ja, zijn eten is op. Ja, maar dat gaat dan komen. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja die moet hapjes zoeken. Ja, ja zijn eten is op. Want dat was voor de koning. Ja, het is nog gelijk. Ja, ja, maar die hebben beest gaan varen. Dat was ook plezant. Ja, ja, het was heel leuk. En het watervoerderij werkte weer, vind ik. Ja, dat was eigenlijk wel tof dat dat weer marcheerde. 14 dagen geleden was dat nog kapot. Ja. En de projectie in de Baron was ook stuk. Misschien werkt dat ook terug. Misschien wel. Ja, maar goed. Dat was wel een leuke rit. Ja. En ook wel tof dat hij nog open is. Zo laat in het jaar. Het telefoon? Nee. Dat kunnen haar nog afstand van. Ah. Wat willen we zien? Ja, jij wilt dat ik zien. Ik wil dat zien, de? Het lichtpuntje. Het lichtpuntje. Wel, kan ik hier iets zeggen? Hè? Als jij een lichtpuntje wilt zien, dan zet jij je fles aan van je GSM en dan heb je een lichtpuntje. Ik heb dat vandaag al een keer gedaan. Hey, zalig. Ah, de Python ook altijd de eerste beest. Ik ben daar niet zo super zot van. Ja, maar ik heb het gevoel dat die. Dicht is. Kijk, alle mensen staan daar. En is leeg aan het ruien. Ja, en is leeg aan het ruien nu. Ah, maar ja, dat is eigenlijk een beetje jammer eigenlijk. Wat is er jammer? Ik wou dat niet zeggen, maar ik kan toch zeggen. Dat is een lelijke palm, zie. Lelijke palm, ja. Het is geen Efteling.
Maar het is al lang zo dat er hier staat, hè. Maar dat is wel hun eerste attractie ooit geweest in het park, ja, maar ik vind dat de max. De Python is super, maar die paal zijn niet. Ja, het lijkt dat je op de karremessen zit, hè. Ja, maar ja, maar dat bestaat nu niet. Ja, het is wel een beetje nostalgie, hè, de Python. Het blijft in mijn lijst van favoriete dingen, absoluut. Ja. Dat is zeker. Ik vind dat de Python nostalgie is, hè. Ja, dat is... Ja, maar gaan we daar niet zo over zeggen. Maar ik vind het gewoon, als ik daar een keer goed bij stilstaat, is dat een kleinigheidje, maar dat is niet erg. Ja. Dat is charme, dat mag. Ja, no, dat is waar. Oh, dat ruikt zo lekker. Ja, we gaan wel naar de Mickey gaan vanavond. Ja. We gaan een hapje kunnen eten. Ja. En Fabula gaan we doen. Een Fabulakje. Mijn verslaafde Fabula. Blijkbaar. Ja. Maar het is ook niet slecht hier voor het eten. Er zijn slechte dingen tussen, zoals deze zotte aardappelfrietjes. Ik heb dat al een paar keer gehad en dat was niet zo lekker. Nee. Maar over het algemeen is dat hier best wel nog lekker. Hè? Ja, ik ga hier aan de kassa gaan met hier korting. Dat ga ik doen. Jeffrey had de test doen, hè? Ja. In een vorige video heb je gezien wat Jeffrey een zalmburger eet. Ah ja? Hij had zotte aardappelfrietjes, maar je had hier ook iets anders. Kruidige aardappelen. Ja. Moet warmer geweest zijn. Ja. Dat is de klassieker, hè? Oh, dat is klaar. Mijn maaltijd is ook klaar. Ik ga erom gaan. Jeffrey, smaak. Hey. Zie je? Ja, hé, hey, jong. Nou, ik heb proeven van de savanneburger. Zo ziet dat eruit. Jody is om zijn bestelling. Komt zo dadelijk aan. Ja, daar is hij al. Uit de oven. Ik denk dat hij een ocean box heeft. Ja? Klopt dat? Ja. Ik kijk het al. Dat de vis? Nee. Hè. Ja, vis, ja. Ja, hé. Ja, ja. Wat? Trek je dan vis? Smakelijk. Jo. Maar weer over naar de studio. Mijn fret is hier ook zij. Mmm, de klassieker. Dat is tenminste lekker. Maar het is ook maar een klein stukje vis geworden. Mm. Het is een besparing. Maar ja, nou, het is het staartje dat ik gekregen heb. Jeffrey, smaakt het bij jou? Hoe is je zalmburger? Lekker, maar nog veel warmer. Ja, dat is de klassieker. Je zegt, ik ga het niet warm, maar ja, maar ik kon hier een happen kan eten. Hij wist niet om te gaan klaar, het is veel te dik. Doe ik dat vlees met je nans? Gaat dat goed? Ja, hé. Ja. Wat? Mensen, zo zijn smakelijk, hè. Maar dat is een kiekenburger dat je gevraagd hebt. Nee, dat is van me. Maar ja, dat is de kiekenburger. Ja. Ik dacht dat de zalmburger was, is geen waar. Ja, het is wel lekker, maar ik ga graag
Ja, bekend verhaal, hè? Bekend verhaal. Ah ja? Groot. Niet eens warm, ja. Nou ja, ja. Warm eten in een pretpark is moeilijk te vinden. Dan moet je een frietje gaan eten. Dan moet je een frietje gaan staan, hè? Dat is een nest hier, hè? Dan mogen we een nieuw gaan halen. Huh? We willen een nieuw gaan vragen. Op echt tot goed dat moet je een nieuwtje gaan vragen. Proef eentje. Goed. Nou, dat is niet warm. Dat ook niet, hè? Nee. Heb ik er al veel van heen of niet? Nee. Jeffy, man. Hoe is het, jongen? Juist warm, doe maar. Wat een verschil, hè? Oh la la. Dat is niet in de warmte, dat is een frisse baan. Voilà. Ja, mijn tong is verbrand. Dat moet zo. Ja. Voilà, nu heb ik een warm stuk. Ik ben content. Ah, smakelijk. Ja, smakelijk, hè. Maar zeg, het binnen was lekker, hè? We gaan nooit leren, hè. Jawel. Ja? We gaan gewoon klaar, hè? Ja, ja, dat is goed. Heerlijk. Ja, het ziet er ook wel goed uit, ja. Dan kijk je naar de poesie. Beter. Ja. Mooi. Mooi bakje vol. Het is ook smakelijk, kantine. Het is echt lekker. Maar je was goed? Mm-hmm. Ja? Dat was goed van mij. Ja. Echt wel. En je toe? Ja, gelijk, hè? Ja, ja, gelijk. Ik zal nog gewoon klaar gaan. Ja, man. Dank je, Jody. Alsjeblieft. Here I wanna be with you. I promise you it's not that far. Look around you, here we are. The wishes can come true. See my fairy tales out in the afterlife with you. Jeffrey, ik heb een hartje voor jou. Amai. Alleen voor jou. Oh. Oh, kijk. Wat een vriendschap. Ja. Mooi, hè? Een hartige koek.
Maar de chocomelk is wel lekker, hè? Het is chocomel, hè? Oh. Het is een hartige koek voor Erika. Maar Erika wist niet mee, dus moet ik die hartige koek zelf opeten. Ah, wel, hè? Ik weet niet wat er dan mee gebeurde, maar de eerste keer dat ik dat had, was dat like, beter. Dat is echt een goeie vandaag. Ja, ik ga een hartje eten. Kijk, ik heb speciaal een hartje gekocht voor jullie. Alsjeblieft. Ja, gaan we koekjes kunnen, Jeffrey? Oh, ja, bezig, hè? Ah, je zit al bezig. Oh. Oei. We gaan een keer proeven, hè? Nou, dat is wel nog lekker, hè? Mm. Noem me zo denken aan amandelen. Mm. Een amandelkoek. Mm. Ken je dat zo, die koeken met die glazuur daarop van lotus, die ronde? Ja. Toen we daar aan denken, zo een Franse pannenkoek, dat is. Moet je een stukje proeven? Ja, maar ik heb wel al ergens al gebeten, nee. Moet je wist van me? Nee, wat geen corona. Oké. Ga je proeven, hè? Een beetje laag toch? Nou, ja, lekker hè? Ja, dat was een goede dag toen. Nou ja, kijk eens. Van Japan smaken. Ja hè? Ja. Kom even naar Japan koken. Lekker hè? Lekker. Maar bedekt wel. Niet zo handig voor het eten, maar wel heel lekker. We zijn op visite geweest en we moeten dat proeven hè? Nou, ja, we worden hier graag gezien hè? Een echt een aanrader. Bart echt gelijk. Ik zeg zo Bart, dat weet dat dat lekker is. Dus lekker. Lekker. Ik had honger. Ja, zo. Hey, hallo. Lekker. Goed, hè? Jeffrey, wat ik heb proeven. Is dat voor mij? Ja, het. Ah, dank u. Alsjeblieft. Lekker. Is er daar iets mee gebeurd? Chocolade. Chocolade, nee? Zijn te hard, hè? Het is wel lekker van smaak. Ja. De eerste keer dat we dat hadden, was dat toch beter? Hier hebben we dat een keer gegeten. Nee, mijn patatjes zijn te lang in de warmtekast gegeten. Nee. Dat zijn er van gisteren. Ja, dat kan. Ja, lekker hè. Maar ik kan heel smaak of iets. Maar smaak zit het goed, maar dat is zo. Ham. Ken je het? Chocola. Ja. Gum. Weet je nou dat we dat een keer gegeten hebben dat dat beter was? Niet onder. Vind je dat niet? Ja. Dat was meer koeken. De koeken? Nee, dat meer zo. Van dat rekdier. Nou, geen grote fan van. De hartige koek vinden het niet zo lekker. Nee, hé? Van smaak zit het goed, hé? Van structuur zit het. Kijk, ik heb er zo op. Bounty. Wat? Met de inhoud van een bounty. Vind je dat? Ja. Dan ik in een bounty hier? Ja. Ja, goed. Want het is niet zacht, het is hard. Ja. Ben je te slakken? Nee? Ik vind het niet zo wauw. Nee? Ik vond het de eerste keer beter. Ja. Zo ligt dat aan mij. Dat kan. Maar qua smaak zit het vrij goed, hè? Dat is geen twijfel mogelijk. Ik vind het wel super lekker van smaak, maar qua structuur vind ik het niet zo. Ja.
Misschien ben ik wel beter zijn in een bakje kummel. Ja, dat kan. Kan ik er naartoe alsjeblieft? Ja, het is niet open, nee. Ik weet dat niet open is. Maar binnenkort wel, hè. Ik kan lekker baren aan een andere kant, hè. Ja, klopt. Oh, vent, maar dat smaakt weg. Voor zo'n supermarkt. Ja, ja, ja. Mag van de kant niet. Allee, enjoy, hè. Dank je wel. Proost op mijn 7 zieke voet. Ja. Ja, man. Jeffrey? Ja. No, hey. Ja, hey. Het is slecht deeg, maar lekker. Ja, lekker deeg. No. Maar het is niet rauw, het is... Het is een slechte chef die het gemaakt heeft. Ik denk dat die koeken hier ter plekke worden gemaakt. Denk je dat? In het Efteling Hotel of zo, ja. En als een... ja, het is de enige plek in het park waar ze dat verkopen. Oh. En in ene keer zijn ze bruiner dan een andere keer. Dus daarvan denk ik dat dat vers gemaakt wordt hier in huis. Want ze zijn soms ook uitverkocht. Ik wou wel een tito hebben, vrienden. Ja, dat kan ook. Denk het niet, man. Nee, net ze van achter genomen. Ah. Ik kan het zien doen. Ik kwam van achter. In zo'n kast of zo. Nee. Maar ja, dat dat vers gebakken is, is dan niet erg. Dat dat blijft liggen. Koken zijn ook al zo, hé. Dat je... Ja, van smaak zit het goed, hé. Maar ja, het is iets anders aan. Misschien een nieuw recept of zo. Ja, ik vond dat de eerste keer beter. Ja. Dat me dat gegeten. En hij ook. Geloof dat je ook zo je gegeten had, hè? Ja, dat was geen chocolade, hè? Nee. Je kunt dat terugvinden in de video's, mensen. Ja. Dat is jammer dat we dat niet terug kunnen proeven. Ja, dat is waar. Dat is jammer. Dat zou toch zijn. Ja. Bent gevonden waarom dat die hartekoek niet zo lekker is. Ik ben hier zo nog een beetje aan het prutsen. Aan dat deeg. En wij zo, ja, een beetje, het is zo moeilijk om te zien, maar het zitten zo van die stukjes tussen, die nog een beetje rauw zijn, zoals dat hier. En dan hang ik vol met suiker, maar als je het zo bekijkt, is zoiets van, het is niet rauw. Kijk, niet rauw. Dank je wel. Voilà. Allee ja, kijk. Dus mensen, zo kun je dat zien. Kijk, kijk. Wil je een koek, hè? Een lekkere koek, Jeffrey. Moet je een lekkere koek aan, Bent? Ik heb er misschien nog een andere koek van maken. Joi, het is een plakboel, kijk. Ja, lekkere koeken. Plakken in je hand, hè? Ja, je kunt hem in mijn hand houden. Kijk, lekkere koeken. Hier, alsjeblieft. Dank je. Nee? Misschien die gewoon mee aan ze, misschien nog dit doen. Maar... Ja, misschien wel. We gaan er niet over wachten. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar dat is wel het bewijs dat ze hier dat zelf maken in de Efteling, hè? Ja, dat wel. Hè. Dat is wel het bewijs, hè? Allee, Jeffrey. Gewoon verder, hè? Ja, nog nog kippetjes van Max en Moritz. Ja? Ja. Oh, dat riekt nog goed, hè? Ja. Gaan we kijken naar dat? Ja. Dat is goed. En hier, hoe lang skippen heten? Waar? Hier, met Jasper. Ah, en? Lekker? Ja, ik heb dat al verteld. Dat was iets minder pikant, maar het was toch nog altijd pittig, hè? Het was nog altijd pittig. Niets minder al. Ah ja, nice. Dan lag het aan mij. Mensen, we gaan hier een keer een attractie doen. Die normaal gezien gesloten is met de Winterefteling. Net zoals de Vliegende Hollander. Is vandaag ook geopend. De piranha. Piranha ga je opgegeten worden. Ja. De piranha. La piranha. Ik ga opgefred worden van de vissen. Wat een gekke boel eigenlijk. Ben ik er curieus, hè? Ben echt curieus. En het gekke wis, er gaan daar mensen op, hè? Wel, welke zot kruipt er nu hier op die attractie? Ja, maar wij zijn geen zot, wij zijn fans. En een keer curieus. Misschien een domme vraag. Zou de jij nu in de piranha gaan of niet? Met dit weer. Hij zou een weer niet vragen moeten, dus. Oh, Jeffrey. We zitten er toch in, hè? Het is ongelooflijk moment gedaan. Oh, gekke dag, Jeffrey. 9 graden, dames en heren. Ja. 9 graden.
Het is winter Efteling. Je oma? Ja, ook van jeugd. Amai. Een klein druppeltje had. Een minietje. Ja, dames en heren. De windhefteling. En kijk, daar ziet u dus de makelij van Joris en de draak. Oh nee, niet alle effecten staan aan. Niet alles staat aan. Het is voor een nieuwe effect op mijn kop. Mensen, het is dus bewezen. We zitten op de Piranha. Ja, en we gaan botsen. En gelukkig staan niet alle watereffecten aan. Gelukkig. We mogen eigenlijk nog content zijn. Welke zot heeft dat in zijn hoofd gekregen om hier op te zijn? En de mensen wat en het gekke van al gaat zin, hè, Jeffrey. Ja? Dat een succes heeft, hè. Pas dat dan nog open doen. Ja, hè. Ik ben daar zeker van. Ja. Hola. Oh! Goed gevaar. Hé, Jumbo! Wat een mega splash! Ja, nee, er stonden dan die beelden niet marcheren, hè? Oh, wat? Stonden dan mensen? Ja? Nee! Ja? Nee! Oh, nee! En hij werkt! Oh nee, verschrikkelijk. Wie zat er dan hier? Ja. Op een stof, iemand. Oh. Daarom dat we zo nat zien. Ja. Ja, lap. Hey. Ik ben braaf geweest. Ja, inderdaad. Oh oh. Nee, dat is gewoon wel een balk. Welke zot heeft dat dit gevonden voor hierop te gaan? Nog eentje te gaan. Man. Hij komt, zet u zin in. Ja, lap, hij moet hier ook nog een keer nat gespeeld worden. Oh, wat de hel. Nee, man. Welke zot had er dat uitgevonden voor hier in de winter Efteling op de Piranha te gaan zitten? Man. Helemaal nat of helemaal droog? Ja, mooi. We konden wel iets droger geweest zijn, hè? Hey, mensen,
vrij. Jij bent een beetje nattie. Jammer genoeg. Jij bent een beetje nattie. Dus dat is allemaal te danken dankzij die fans die daar stonden, die attractie door en door kennen. Hè? Dat zijn zo van die diehard fans. Ik ken dat, Jeffrey, die diehard fans, die staan daar een hele dag en die weten perfect dat die boot op die plek is die boot nat. En die doen niet anders dan dat. Dat is het verveling als dat doen. Sowieso. Echte verveling. Halloween is toch voorbij? Ze flying away your boat. Ja. 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 Echt je nu, dat is die ding daar, he, van de Indische watleders. Ja, wat een keer. Oh. Dat ben ik ook, ja. Ik ga gelijk alles naar binnen. Ja. Nee, snap ik. Zou ik ook doen. Maar ja, daar sta je dan, hè? Terwijl daar een hele mooie rij is voor een speciale attractie. Waar ja, wij weten nog steeds niet wat die attractie is. Mag alleen vrouwen in. Is dat ik ga zo meteen ook even stiekem gluren. Ga je daar gluren? Gluren? Mag jij dat? Mag jij gluren? Niet verklappen. Ik verklap niet. Nee, zeker. Maar er staat dan wel een koffie tegenover. Of een chocomel. Chocomel of iets met slaap. Wat is er? Schrijf er nou een volgende op. Alsjeblieft, cadeautje voor jou. Nou, dit is wel heel dan wil jij denk ik even een video. Staat nog op de YouTube zo nog daar. Ik zou gewoon. Nou, dat kan het gebeurt ook niet elke dag, hè. Ga maar even je handen wassen met kamelenmuis. Ja, kom maar. Zeker wel wat gefilmd net, hè? Ja, dat klopt, ja. Oh. Ik zag het net. Dat is een grote blunder van Ali, het gebeurt hier allemaal soms. Zeg, ongelooflijk. Zie ik dadelijk op de YouTube, zie ik zeker Ali met een poep op zijn hand. Oei. Ja, maar misschien is dat... Voor jou ook, Kegel. Misschien is het Sahara-zand. Wat zeg je? Misschien is het Sahara-zand. Het rookt niet als de haren zo, dat kan ik jou wel zeggen. Oké. Okay. Het kwam uit de lucht, het was zo opeens plop, het was er. Zahara-regen? Ja, dat heb je soms ook, Sahara-storm noemen ze dat dan, hè? Dat is Sahara-storm. Ja, misschien was dat dit. Was nat in ieder geval, dus Ja, misschien wel, ja. Het was ongelooflijk. Hoe groot is de kans, hè? Hoe groot is de kans? Hartstikke goed. 1 op de 1001. 1001 nachten. Ja. Nou. Jordi, die maakt er een mooie dag van, hè? Ja, dankjewel. Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan mijn huisje?
zei de prins, want de tijd is kort. Ha, en dan kan ik eindelijk eens flink doorlopen in Springtuin. Hij nam de prins en de prinsesje op zijn rug en begon te rennen. En toen waren ze in een oogwenk weer bij het paleis. Daar stonden Puttoor en Langnek al te wachten met het paard van de prins aan de deur. Wat was die valse koningin boos toen ze zag dat de prins binnen een kwartier met de prinses terug was. Nou, speciaal moment, het paard in de kou. Nou, mij niet gezien. Ik ga gauw weer naar binnen. Nou, speciaal moment, het paard in de kou. Nou, mij niet gezien. Ik ga gauw weer naar binnen. Kijk nou, daar staan allemaal mensen, paarden in de kou. Nou, mij niet gezien. Ik ga gauw weer naar binnen. Jeffrey, een commentaar op het ezeltje strekje die houtblokjes legt. Houtmuntjes, excuseer, houtmuntjes. Ik vind dat een heerlijke... Wacht, hé, maar we nemen hier in, daar. Ja. Hij heeft dus een krans van zijn hoofd, een kerstkrans. Een kerstkrans, dat er niet op lijkt. We gaan dat een keer heel, van heel dicht bekijken. Van heel dicht, kijk, hier is hij, Jeffrey. Welk commentaar heb jij? Ja, dat is een lelijk groot stuk onkruid is, want zijn nekje is te duist. Is dat onkruid? Ja, nee, dat niet, maar kijk, dat is dan niet. Ja, er hangt inderdaad wel een beetje onkruid aan, dat is ook. Maar wie is hij nou, joh? Nee, maar vind je jammer, vind je jammer. Ja, Efteling is aan het besparen, nee, joh. Dat is niet, maar dat nog geen dicht is. Dat is mijn vinger aan het opeten. Moet ik even proberen. Dat ik even proberen. Komt er lekker klaar. Een schetje geloven. Ja, wacht. Oei, dat is aan het verbranden. Ja? Weet je dat? Ah, maar dat is die stoomtring die juist gepasseerd is. Dat is stom, dat je die ezel in de fik stond. Ja, die stond er niet door achterin. Ah, dat zit niet terug naar de ezel. Ja, maar waar ik aan ze had, heeft van misschien een houtmensje met kom. Ja. Je had naar Rikke kom. Er is ook een houtmensje in de ezel. Komt letterlijk hout uit. Ja, je moet er hout in steken. Ja, ik vind dat zo. Zeg ik, hè? Nee. Je kunt er van alles mee doen met die houtsteken. Voilà. Ah. Ja, dan Efteling kom. En er iets mee kopen? Creatief stuk. Ja, creatief zijn. Ja, maar dat is wel zilvermunt. Nee, nu dat is wel de goedkoopste. Ah, ja. Zeg geen oldmunt. Heb je dat de 6 zwanen? Jom. Zijn er 6 zwanen? Ja, de 6 zwanen. Het meisje met de 6 zwanen, ja, Jom. Het was hier vroeger toch een gangster hier? Ja, toch. Hier, hopla. We gaan niet zot worden. We gaan door de aarde lopen. Nee, we gaan niet zot worden. We zijn niet zot. Alleen een klein beetje. Een mini beetje, maar van de rest zijn we zeker niet zot. Een beetje versierd, kijk. Ja, een klein beetje, maar niet veel. Een beetje. Ja. Kijk naar het raampje? Ja. We gaan naar de meisjes gaan kijken. Bij het raampje. Ben je erin? Een koning had 6 zonen en een lieve dochter klein. Maar toen de vorst haar trouwde, mocht dit zo niet langer zijn. Zijn nieuwe vrouw, jaloers en ijdel, zou de kinderen haten. De koning wordt ze in een slot, moest hen daar achterlaten. De koningin ontdekte dit en was belust op wraak. Zij toverde de broers tot zwaren. De meisje kreeg een taak. 6 hemden moet jij draaien om je broertjes terug te krijgen. Van bos als tos in plaats van wol.
gehuld in een stil zwijgen. Het meisje kwijt zich van haar taak in al haar eenzaamheid. Zij lacht niet en ze spreekt geen woord uit liefde toegewijd. Het is alweer een poos geleden, maar nooit uit mijn gedachten. Dat wonderen de prins en mij voor even samenbrachten. De prins had voor zijn bal genodigd alle meisjes uit het land. Zo vurig hopend op de ware die hij vragen kon haar hand. Mijn stiefzusters, gevoed door hebzucht, waren er als eerste bij. En ik, de huisloof, mocht niet mee, moest poetsen. Want dat paste mij. Ze hebben het schoen al gepoetst. Nee, de mijne. Ik heb de mijne. De mijne. Schrik op mijn leilak. Ga naar boven. Toen zij reeds naar het bal toe waren, huilde ik bitter op moeders graf. Een jurk van goud en glazen muiltjes waren wat haar goede geest mij gaf. Haar stem zo hemels sprak, ga snel. Maar bij het schijnsel van de maan, voor klokslag 12 moet je vluchten, is het feest voor jou gedaan. Ik bezocht het bal gelijk een dame. Hij vroeg mij ten dans, de prins. Wij werden daar op slag verliefd, verlegen, blozend enigszins. Toen plotsklaps, de klokslag 12, de betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van het bal, naar buiten, snel naar huis. Dag, prins van mij. Al op mijn vlucht verloor ik daar mijn glazen muiltje bij het kasteel. De prins, hij vond het op het bordes, dit magisch, wonderschoon juweel. Door stad en land ging hij op zoek naar mij, het meisje van zijn dromen. Slechts mij behoort het muiltje toe, mijn tijd is nu gekomen. Nachts, als de maan schijnt in het prachtige oerwoud. Let dan vooral op deze mooie buitenlelies. Vroeger waren deze bloemen sterren, die samen met de maan en de andere sterren s'nachts dansten op het water. Op zekere morgen luisterden er enkele sterren niet, toen de maangodin hen riep om mee terug naar de hemel te gaan. Ze dansten en dansten, tot een heks verscheen en hen voor straf veranderde in waterlelies. En alleen in maanlichte nachten komt de heks terug. En dan gebeurt het.
Ja, dat is misschien wel eens goed om aan hem te vragen waar hij dan geweest is, waar die schoen dan kan liggen. Want nou lopen we het hele Sprookjesbos rond. Maar we weten helemaal niet waar we moeten zoeken. Dan moet ik misschien eerst even terug naar Droomvlucht, om dat te vragen. Lijkt me een goed plan. Ja, dat lijkt me ook. Nou, als we niet vliegen, want dan zei ik al, als er dan een draak overkomt, dan kan ik je niet meer helpen. Dus blijf maar een beetje dicht op de grond. Want we moeten niet willen dat er een draak in een zo overtrekt, natuurlijk. Alhoewel, we hebben wel wat extra spierballen, zie ik vandaag. Ja, hij heeft dat gezien. Ja, zie je wel. Laten we eens even zien aan hoeveel dat is. Hier. Komen zo. Je hebt makkelijk een draak aan. Bijna door zijn jas heen, joh. Nou, mocht je toch nog een draak tegenkomen, leg jij hem even in de knoop, toch? Ruim ik hem wel op daarna, hoef je dat niet meer te doen. Ja, maar dan kan hij een beetje naar Repelsteeltje op bezoek of bij de Sprookjesboom. Ja, als je ook nog moet opruimen, als je het nog gaat doen. Ja, zeg maar doei. Ik ben de Sprookjesboom. Wie ben jij? Kijk, dat zei ik al. Ik geloof mijn ogen niet. Ben jij het echt? Was het elke dag maar zulk heerlijk weer. Hoe oud ben jij eigenlijk? Vijf. Bij mezelf ben ik de tel kwijtgeraakt. Maar hoeveel jaar ben jij? Ik heb het hier. Zal ik je vertellen dat ik al honderden jaren oud ben? Ik weet een verhaal met heks. Of vind je Assepoester leuker? Welke wil je? Assepoester. Je mag kiezen. Wil je een verhaal over wolf? Of over heks horen. Jij bent een vrolijke struik. Ik zal jou eens wat vrolijks vertellen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat het anders was. Wie maakt er wel eens een praatje met iemand? Ik en nee. Iedereen toch? Natuurlijk. Hoe begin je aan zo'n praatje? Door hoi te zeggen. En te vragen hoe het met de ander gaat. Precies. Zo van, hoe gaat-ie? Alles goed. Ja hoor, dank je. Maar Wolf deed dat dus nooit. Hij praatte alleen maar over zichzelf. Hoe geweldig hij is. Hoe knap hij is. Dat vonden de Sprookjesbosbewoners ook. Ze moesten altijd geeuwen wanneer Wolf begon te vertellen. Wolf voelde zich beledigd door dat gegaap en besloot voor altijd uit het Sprookjesbos te verdwijnen. Voor altijd? Ja, vast besloten om nooit meer terug te keren,
ging die. Dag, wolf. Nauwelijks de hoek om van het huis van de geitjes, kreeg hij al heimwee en begon te huilen. Stoere wolf! Hij kon het sprookjesbos helemaal niet missen. Nee, natuurlijk niet. Het is hier ook veel te gezellig. Hij keerde terug zonder dat iemand gemerkt had dat hij ooit weg was geweest. Maar hij had zijn lesje wel geleerd. Voortaan toonde die ook interesse in anderen, als hij een praatje maakte. Hoi, hoe gaat het met je? Dat doet me denken aan die dag dat draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Mensen, ik heb net een broodje bal binnengekregen met, wat was het weer, hè? Satésaus, juist. En ik vang de vol met satésaus en een Jeffrey had hier een broodje Uno binnengekregen. Ja, want het is wel een dat is een standaard. Jawel, zou niet wel een standaard hebben, joh. Ja? Ja, dat gaan ze wel hebben. Ik wil nog een cola. Maar ja, je kan zelf kiezen, ja. Je Unox broodje. Met spekjes. Met spekjes. Met Unox saus. Lekker. Bart is daar niet zot van. Ik vind dat ook nog niet zo slecht, eerlijk gezegd. Ja? En heb je sausjes warm? Komt je me doen? Ja, dat was lijkt mijn balkjes. Dat kon er ook nog mee door. Het mocht wel iets warmer, maar ja. Dat is het motto van vandaag, hè. Het mocht wel iets warmer. Ik snap het niet zo goed. Ze mogen het een beetje beter hebben. Wat snap je niet? Ja, ik kan nu mogen kiezen om ertussen te doen. Maar ze vragen niet aan mij hoeveel mogen ertussen doen. Eentje, twee. Alles, wat dat gewoon. Oh, dat is dat niet gezegd. Ik ga gewoon eens pakken, zeg. Ja, maar je mag het nog, hè. Ah, maar ja, ze dacht niet. Ja, maar ja, gewoon dus, niks meer. Ah, maar ik wist het niet dat dat mocht. Bij wat? Ja. Maar je betaalt het maar alles. Het zat er ook niet op, hè. Het is één topping, het is gewoon van wat wil je ertussen. Als je zegt van doet er alles maar tussen, mag dat. Geen probleem. Nu weet je of je dat ook. Ja. En bevalt het je? Ja, is goed. Ja, ik vind dat ook lekker. Erika is daar niet zot van, hè, van die nu nog saus. Ze moet dat niet hebben, hè, Erika. Ja, dan gaan de koks werkloos zijn. Nee. Dat is niet waar, hè. Ah, wel, ze werkgeven misschien. Ja. Gaan we pannenkoeken gaan eten? Bij je broodje Unox wil nog binnen gaan en toch pannenkoeken eten. Is toch lekker? Ik zou alles eten, eerlijk gezegd. Ik zou alles eten, eerlijk gezegd. Ja? Mm-hmm. Nu, koude cola in de Efteling. Dat is ook nog niet dat, hè. Ja. Dat probleem is ook nog altijd niet opgelost. Maar gelukkig, het is winter. Ik kan nog niet zo van maken. Ik weet hoe dat komt, dat ons eten niet altijd warm is. Dat winter Efteling. Ah ja, tuurlijk, voilà. Ah, we hebben een paar doos en pardijn gemist vandaag bij de slee. Ja, want we zijn... Met er één van nog een keer terug te keren. Ja. Voilà. Dus als jullie een niet warme worst of iets wel, het is winter Efteling. Dat je Jeffrey's dat warme worst wilt. Moet je nog een broodje Unox gaan. En dan kan je proeven van een Jeffrey's worst dat hij nu aan het opeten is. Ja. Dat is niet gelogen, niet? Ja. Ik? Zit er een worst tussen, een broodje? Het is makkelijk uit. Ja, lekker, hè? Smakelijk. Allee, mensen. Dat is de winterhefteling voor vandaag. Kijk ze. Het is soms een beetje sobertjes, maar het is wel leuk aan het worden. Jammer dat het park gesloten moest zijn. Of moet worden, of... Ja, moet zijn, ja. Ja. Winter Efteling, hè. Ja, mooi. Ja. Ja, het is inderdaad wel leuk. En ja... Symbolica ligt achter het hoekje. Amai. Jeffrey heeft zijn nieuwste snack ontdekt. Ja? Ik wil nog één. Wil je nog één? Oei! Ja, je nog een keer moeten weer gaan, hè? Ik kom nog een keer daarin, ja.
Ja, de volgende keer. Ik alles op de volgende keer, zo. Ja, de volgende keer had toe zin, hè. Sowieso. Wen? Wen? Ik durf nog geld voor leggen, de volgende keer is het toe. Ja, dat kan. Ik vind sowieso. Dan kan ik het niet met dat ei proberen. Ja, maar vanmorgen was het wel nog niet open. Nee, dat me passeerde. Ah, oh, mooi, hè. Ja, maar hij is schooner, weet, die aan het eten is. Oh. Jeffrey die aan het eten is, hij is schooner, weet. Mm. Ja, maar ja. Echt, hoor. Echt, hoor. Dat lang alleen dat ik zo'n toe heen heb. Chef, van ik. Vette fret is nog altijd het lekkerst vet. Normaal. Het is daarom dat we zo zot zien van fastfood. Die broodjes zijn ook goed gekomen. Ja, ik heb gezien dat ze vers afbakken. Als ze zo à la minuut afbakken. Dat is wel tof. Echt goed, man. Allee. Dat moet nog aan. Ik had een koesting op ingekomen dan in mijn kop. Moet dat hem? Je hebt dat gezien in Bart's video, hè? Dat hij dat niet lekker vindt. Dan heeft hij al zoiets van, ik ga dat uittesten. Maar, niet waar, hè. Bart, sorry. Maar ja, de ene heeft dat niet graag, de ander heeft dat niet graag. Ja, ik heb ook dingen dat ik niet graag heet, spaghetti saus. Ben ik absoluut vies, echt waar, ik vind dat vies. Maar dat spaghetti saus is tussen lasagne en met spinazie vind ik het lekker. Dus ja, allee. Spaghetti saus die verwerkt is vind ik lekker, maar spaghetti bolognese vind ik echt vies, dat moet ik niet in. Bleh. Ik snap het. Maar kijk niet in spaghetti bolognese. Niet te vreten. Ik ken nog zo van die ding. Witloofsop ben ik ook niet zot van. Ja? Nee, ik vind dat niet graag, witloofsop. Echt niet. Ja, toch? Nee, ik krijg nog iets aan jou. Ja? Nee, dat is goed. Ik ben blij. Ja? Ja. Heerlijk. Ja? Nee, dat is het nu. Ik zag Aloe net, toen was ook. Oké. Nou, dan ga ik hier zo. Oh ja, heb je die daar ben ik bij. Ja. Aloe! Super. Hey, hoi. Hallo. Heb je toevallig Aloe gezien? Nee, helaas. Nee? Okay, misschien in het Sprookjesbos. Ja, misschien vind ik zijn. Ah, dat kan ook. Ja. Ik ga even kijken. Ja. Je bent Ruiter Thomas. Oh, zie je. Oh, om het hoekje. Oh, nou ja. Om het hoekje. Gevonden, dankjewel. Okay. Ja. Heb je het fijn gehad? Ja hoor. Dat is heel leuk. Alsjeblieft. Dat is fijn om te horen. Ja, dat is zeker. Dat is zeker, ja. Nog een keer terug? Ja, wat nog een keer terugkomen. Okay. Nou, dat vind ik nog leuker. Ja? Zeker. Ja, dat hoor. Goed geregeld. Jeffrey, jongen. Ja, wat een dag, hè. Ja, het was wel een leuke dag. Ik ben wel blij mee, eigenlijk. Ziek s'avonds, zo met de sfeer. Ja, het is jammer, hè. Ja. Het is heel mooi, hè. S'avonds. Ja, maar het is jammer dat ze vroeg toe is op een zaterdag. Ja. Maar ja, niet aan te doen. We zijn blij dat we mogen komen. Zonder middenband. Ja, zonder sluitstaan is een bek, dat is wonderlijk. Ja, gewoon vrij en doen wat we moesten gedaan. Dat is waar. Ja, dat is waar. Ja, ik ben hier 14 dagen geleden geweest. Ik moet toegeven, ik heb vandaag toch wel nog een betere ervaring gehad dan 14 dagen geleden. Dus ja, het was echt wel leuk. Voor mij ook. Het was ook wel iets te doen. De VDL is hier vandaag. Morgen blijkbaar ook. Een klein beetje animatie hier en daar. Extra animatie. Ja, extra. Ja. Wel te vertellen, extra. Hè? Ja. Want dat er geen evenement te doen is, heb je dat niet. Nee, maar dat is waar. Ik vond dat wel nog oké. Okay. Ja, het was leuk. Ja. Maar goed, mensen, vond je dat ook? En vond je deze video leuk, zou ik zeggen, een duimpje omhoog geven, reactietje. En, wat moeten ze nog doen? Abonneren. Ja, natuurlijk. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat nu. Nu. Ja, gewoon nu doen. Nu gewoon doen, dan mis je geen enkele video. En neem dat als op dat belletje doen. Ah ja. Ja, moet ze ook nog doen. Ah ja, oké. Dus als je geen één video wilt missen, moet je op belletje duwen. Maar goed, we gaan de file trotseren, de welbekende Efteling file, want we staan redelijk voorin. We waren hier deze morgen heel vroeg. 8:30 waren we al het park binnen. Echt veel te vroeg. Dat is veel te vroeg. Ja. Dat is veel te vroeg. Leuk. Ik vond dat tof. Nee, goed zo. Oh ja? Doen. Dus trouwens nog de Efteling trouwens. Ah, vertel aan de mensen. Wat is? De Efteling open nog 2 keer. Vroeger. Vroeger, om 9:00. In de weekend. Ja. Lekker. Ja, maar het kan zijn dat al gepasseerd is. Mogen we dat zonderlijk ook open, toch?
Ja, maar morgen zijn ze sowieso open, maar dat niet anders mogen bij. Maar ja, tegen dat die video online is, is het al gepasseerd. Ja, dus ja, de mensen... Ja, die maar weten... we zijn vandaag 20 oktober 2021. Ja. Ja, ja, ja. En denk dat die video toch wel een beetje later online zal komen. Hey, zo zeg je, tot de volgende. Bye bye. Tot de volgende, hè. Ja, ja. Salut, hè. Voilà. Voilà.